Na de wedstrijd tegen Westerlo ging voor twee jonge supporters een grote wens in vervulling. Make-A-Wish regelde met blauw-zwart voor Paul een meet-and-greet met zijn voetbalheld Koen Daarden. De jonge Paul maakte kennis met zijn idool en kreeg zelfs een unieke rondleiding door de kleedkamer. We gaan eens naar de kleedkamer. Is goed? Jij mag daarvan. Paul was helemaal ondersteboven van zijn ontmoeting met Daarden. Volgende keer kom ik nog zien. Ja? Ook Evelien kreeg de kans om via Club Brugge haar droom waar te maken. Zij maakte op haar beurt kennis met Nabil Dirar en beleefde zo de avond van haar leven. Naast kussen van Dirar kreeg Evelien ook een aandenken mee aan deze unieke gebeurtenis. De nieuwe Brugse linkervleugel maakte uitgebreid tijd voor een babbel en een foto. Voor Paul en Evelien werd het een avond, hoe kan het ook anders, om nooit meer te vergeten.